Deze week in het Beleggingsinstituut. Hoe belangrijk is technische analyse en wat zijn de juiste in- en uitstapmomenten op de beurs? Vandaag zijn wij met de technische analyse begonnen. En heeft André ons uitgelegd de basistechnieken. Onder andere over de steunniveaus, over weerstandsniveaus, over uitbraakpunten. Vandaag was het technische analyse waarmee we begonnen zijn. En dat is toch even iets lastiger, want dan ga je met een ander soort patroonwerk als wat ik normaal gesproken doe. Dus het was voor mij vandaag een pittige dag. André heeft wel duidelijk aangetoond dat daar enorm veel informatie uithalen is aan weerstandniveaus. Dat was helemaal duidelijk. Daar zag ik gelijk van, nou zie ik het. Bij dit wat we nu echt gaan doen, treden naar aanleiding van technische analyse, is het wel omdat er een behoorlijke hefboom in zit, moet je je verliezen toch wel op tijd afkappen. Want anders dan is het verlies, dan ben je straks ridder te voet. En vandaag werd het inderdaad duidelijk, ongeveer duidelijk, hoe je dan een stoploss koers of niveau dan moet gaan bepalen. En dat is dan op basis van risicorendement. Je moet kijken dat je risico niet hoger bijvoorbeeld is dan je rendement. En André noemde dus bijvoorbeeld de verhouding of ratio van als je één risico neemt, dan moet je toch minimaal twee keer rendement op dat eenheid risico kunnen behalen. Dan is de transactie aantrekkelijk. Zo niet eigenlijk moet je daar vanaf zien. En bij de exit, je moet dus opletten, alweer dat lezen van de technische analyse. En daarvan dan kan je dus bepalen wat is bijvoorbeeld een resistentieniveau. En dat is eigenlijk het moment waar je moet uitstappen. Na het einde van de middagsessie vertrekken bijna alle kandidaten richting de taxis. Arna moet nog even wat transacties doen. Mijn oude manier van werken, dat moet ik natuurlijk wel. Dat is op zich niet verkeerd, maar moet ik wel, wat ik hier leer, moet ik wat meer structuur in aan gaan brengen. Want daar mankeert het nog wel een klein beetje aan. Dus dat leer ik hier in ieder geval. Doordat ik op de hele korte termijn mijn transacties doe, gaat het natuurlijk best heel snel op en neer. En wat ik daarnet aan de anderen liet zien, dat was een heel mooi punt. De expiratie, dat is het punt waarop de opties zeg maar aflopen, was 3,56 en ik had calls geschreven op 3,56 en ik had puts geschreven op 3,56. En dat is natuurlijk het mooiste moment als je dat aan allebei de kanten die premies binnen kan halen. Tijd voor een stukje ontspanning. 'S Avonds bezoeken de kandidaten de Dubai Mall. Aan ons gaat het echt niet. Jij hebt wel de real aankoer. Jij weet wel de slotkoer. Nou, ik heb mijn internet niet aan. Ik heb mijn internet niet aan. Oh, je hebt dit niet aan. Oké. Okay. Nee, 3,5593. Oh, dat is keurig. Precies in de money. De kandidaten begrijpen steeds beter hoe ze de grafieken moeten analyseren. Hij adviseert ook om een beetje droog te zwemmen. Dus om te zeggen, volg het ook eens een tijdje zonder te handelen. Noteert dat allemaal. Het backtesten van trades en kijken van, joh, is het resultaat anders dan dat het op het eigen manier had gedaan. Nou, uiteindelijk moet dat natuurlijk wel tot een soort van belief stelsel komen van, joh, wat ik nu heb geleerd, is dat beter of is dat slechter dan wat ik in het verleden gedaan heb. Ik snap wel in grote lijnen technische analyse, alleen er zijn natuurlijk heel veel patronen en ik ken nog niet alle patronen. Maar de grote lijnen, een downtrend of een uptrend, kan ik wel zien en ik zie ook wel steun- en weerstandsniveaus. Als ik terugkijk naar mijn beleggingsperiode van de laatste 25, 30 jaar, ik denk dat ik genoeg leergeld betaald heb, dat ik niet meer opnieuw in die valkuil zal stappen en dat ik gewoon op emotie ga beleggen en maar iets doe. Je moet die spiegel voor je hebben, anders ga je je eigen gedrag niet
inzien en ook niet veranderen. En ja, ik denk dat ik op dit moment wel mijn eigen gedrag al inzie. Alleen moet ik dat echt gaan omzetten naar het juiste, dus echt een eigen plan. Volgende week in het Beleggingsinstituut. Hoe test je of je eigen aanpak succesvol is? Maak een eenvoudig handelsplan om de markt te benaderen.